Oké, dus ik ga nou proberen uit te leggen aan dit voorbeeld hoe padding werkt. Stel je hebt een vlak, dus een div, waar je tekst in hebt staan. Dus deze lijntjes, dat zijn regels tekst. En die wil je eigenlijk wat van de kant af hebben. Dan kun je er dus voor kiezen om deze tekst een margin te geven aan de buitenkant. Zodat die zich eigenlijk van dit vlak waar die in staat zich van afduwt. Maar wat makkelijker is, is eigenlijk gewoon een witruimte naar de binnenkant toe doen, zodat hij eigenlijk de tekst naar binnen toe duwt. Dus als ik dat zou laten zien met pijltjes, is het dus dat hij hem eigenlijk zo naar binnen toe duwt. Dat kan ook. Dat is dus eigenlijk padding. En padding werkt eigenlijk precies hetzelfde als margin. Het is weer met de klok mee. Boven, rechts, onder, links. Dus met de klok mee. En dat is wat we ook gaan gebruiken om bij die footer onderaan die witruimte te creëren. We gaan dus niet hierboven wat witruimte geven met margin, maar we gaan eigenlijk dit vlak, dus die footer, dat paarse vlak wat je hier ziet, dit hier, daar gaan we dus 10 pixels, of wat het ook is, 10 pixels aan de bovenkant naar binnen toe duwen. Nu is het wel zo waar je rekening mee moet houden, en dat is heel raar. Stel, je hebt een vlak en dat is dus 200 pixels bij 200 pixels. Dus ik zou het hier dan nog even bij kunnen zetten. Even kijken. 200. Zo. Misschien ietsjes kleiner neerzetten, dat is misschien wel zo fijn. 200 pixels. Px bij 200 pixels breed. En ik heb hier dus een padding van 10 pixels overal. Dus ik zal deze twee teksten even wat kleiner zetten, anders gaan we dus een probleem krijgen. Dit past er simpelweg niet op mijn document hier wat ik hier heb staan. Even kijken, deze moet hier, die moet daar. En ik heb dus 10 pixels aan de binnenkant overal, dus overal 10 pixels. Kijken, dit wordt het dan 10. Die heb ik dus hier staan, daar staan en daar staan. Nu is het zo dat als ik overal 10 pixels bij doe, of in ieder geval gewoon pixels naar de binnenkant doe door middel van padding, is dat hij dat optelt bij de breedte. Dus je krijgt geen vlak, als ik nu overal 10 pixels heb gezet, je krijgt dus geen vlak van 200 bij 200, maar je krijgt dus een vlak van 220 bij 220 pixels. Dus dat vlak, dat gaat ook echt groeien. Maar die duwt dan wel nog die 10 pixels aan alle kanten naar binnen. 20 is dus omdat het links en rechts 10 is. Hè? 10 plus 10 is 20. En boven en onder is ook 10. Dus ook twee keer 10 is 20. Hoe krijg je dat nou goed, weet je wel? Nou ja, om dat dus goed te krijgen, dus zou je dus het vlak 20 pixels ervan af kunnen trekken. Dus je zegt van oké, het vlak moet dus 180 pixels zijn. Bij 180 pixels. En zo kun je dus oplossen, want er komt dus 20 bij en dan is het 200 in totaal. Dus dan heb je het vlak wel. Dat is een oplossing. Maar je moet dus gewoon rekening houden dat als je padding gebruikt, op een of andere rare manier hebben ze dus besloten dat als je padding gebruikt, dat hij dat dus erbij optelt als je een vaste breedte en een hoogte hebt. Dat is niet fijn, maar daar moet je gewoon rekening mee houden. Nu is het zo dat ik in mijn footer, dat is dit ding dus, helemaal geen breedte en hoogte heb neergezet. Dus als ik hier een padding gebruik, en dat is dus gewoon padding hetzelfde als een margin, hè, 10 pixels aan de bovenkant, 0 pixels aan de rechterkant, 0 pixels aan de onderkant en 0 pixels aan de linkerkant. Omdat ik hier geen hoogte en breedte bij heb gezet, hoogte is dan automatisch 100% breedte,
En hoogte is dus gewoon ook eigenlijk aangepast op wat erin staat. Hoef ik me daar niet meer druk over te maken, over dat die dus dat erbij op gaat tellen, omdat ik geen exacte maat heb gemaakt. Dus dat gaan we zo doen. Even kijken. En je zult dus zien, we moeten dus wel even bij deze even de margin uit gaan halen. Goed op boven. Dan krijgen we dus dit. Dus we hebben hier de voet erboven. Oh nee, ik heb een foutje gemaakt. Ik heb het helemaal weggehaald. Maar ik wil hier natuurlijk wel nog 10 pixels ruimte hebben. Dus ik ga even Ctrl Z. Dus het moet niet dus 10 pixels boven en beneden. Maar het wordt dus 0 pixels boven. 0 pixels rechts. 10 pixels aan de onderkant. Want die wil ik wel. En 0 aan de linkerkant. En ik heb hier dus die padding opgegeven dat die 10 pixels aan de bovenkant naar binnen toe duwt. Nou, dan krijg je dus dit. Je ziet dus dat deze gewoon op zijn plek blijft staan. Die duwt dus die 10 pixels spulletjes naar beneden toe. Vervolgens komt dus die voet op bovenkant. Die heeft dus een margin aan de onderkant van 10 pixels. Dus die duwt deze, deze en deze naar beneden. En that's it. Dus dat is eigenlijk precies zoals ik het zou willen. Ik heb nu een selectie gemaakt. Ah, hij is weer weg. Dus dat is precies wat ik wil. Dus als ik nu kijk, staan mijn vlakken precies hetzelfde zoals ik hier in mijn design heb staan. En dat is ook waarom ik een reden geef altijd van, zet er dan ook van die vlakken neer, hè? Want dat is hartstikke handig. Padding is eigenlijk super handig. Als je dus straks ook met die tekstkolom hier, dan kun je dus ook hier zeggen van nou, oké, de tekst moet gewoon overal, zeg x pixels, dus een aantal pixels van de kant af komen te staan. Dan kun je dat dus gewoon aan dit vlak geven. Dus ik heb het nu over padding gehad. Het was maar heel kort. Maar je moet gewoon een aantal dingen onthouden. Padding is dus naar binnen toe. Hij drukt alles wat erin staat eigenlijk weg van zijn eigen rand af, zal ik maar zeggen. En hij telt het erbij op. Dus als je een vlak hebt van 200 bij 200 en je hebt overal 10 pixels witruimte naar binnen toe, trek dan twee keer 10 pixels voor de breedte eraf en twee keer 10 pixels voor de hoogte. Dus dan wordt je vlak 180 pixels bij 180 pixels, plus die 22 pixels die hij naar binnen duwt, wordt het dus toch weer 200 bij 200. Het is eventjes ingewikkeld, je moet het even je hoofd omheen wrappen, zullen we zeggen, omheen draaien. En als je dat eenmaal het concept snapt, dan is het echt eigenlijk, ja, appeltje eitje, zullen we zeggen. En je moet dus onthouden dat het altijd, net als bij de margin, is dat altijd, hij begint boven en dan met de klok mee. Boven, rechts, onder, links. Als je dat de hele tijd blijft onthouden, dan is het goed. Dan weet je het voor de padding en voor de margin hetzelfde is. Dus boven, rechts, onder, links. Dat is eigenlijk ook hoe de klok begint eigenlijk. Hè. Die begint ook bovenaan. En dan gaat hij zo met de wijzers mee. Zo, hoppakee. Tot weer een rondje is gekomen. Oké, dit was dus de padding.